een potje poker spelen om geld te winnen. Dat mag in Nederland op bepaalde websites en bij Holland Casino. Maar er zijn gokkers die meer willen. Zij trekken het illegale circuit in. Er zijn dagen dat er mensen meer dan 70.000 euro kunnen winnen op een avond. De politie rolde recent in Eindhoven nog zo'n illegaal gokpaleis op en maakt zich zorgen. En dat er hele grote veiligheidsrisico's ontstaan voor zowel bezoekers, de trailseeker en de omgeving. Illegale gokpaleis dus. Hoe zit dat? Wie wil, kan in Brabant elke dag aanschuiven bij een illegaal pokertoernooi. We spraken eerder al met pokeraars. De afgelopen jaren kregen onder andere in Ulverhout, Waalwijk, Rijen en Den Bosch pokertoernooien bezoek van de politie. In mei werden er in twee luxe appartementen in Eindhoven 4 mensen opgepakt voor het illegaal gokken aan pokertafels. We spraken met een regisseur die er onderzoek naar doet. Hij vertelt waarom de politie jacht heeft gemaakt op illegale pokerpaleizen. Dat wij al vrij snel zagen dat er echt sprake is van een criminele organisatie die daar veel geld aan verdient, het oogmerk heeft om misdrijven te plegen en dat er hele grote veiligheidsrisico's ontstaan. Maar waarom is een potje pokeren voor geld illegaal? Dat komt omdat het wordt gezien als een kansspel, net zoals blackjack of roulette. En dat komt omdat bij het uitdelen van de kaarten toeval een rol speelt. Daarom mag het casinospel volgens de wet op kansspelen alleen bij Holland Casino gespeeld worden. En de pokeraars die zijn het daar niet mee eens. Zij zien het spel als een behendigheidsspel. Voor velen is poker geen kansspel, maar is het een spel op basis van skill, van ervaring, van weten wat je doet en dan ben je er beter in. Bij de illegale homegames kunnen pokeraars risicovoller en met grotere bedragen spelen. En dat zit zo. Volgens het pokerspel zijn er iedere ronde een aantal spelers die een verplichte inzet moeten doen. En dat is ongeacht de kaarten die ze krijgen. Het spel start dadelijk bij degene die de dealer-button voor zich heeft. Degene links daarvan moet dadelijk een kleine blinde inzet doen, ook wel de small blind genoemd. En weer links van de small blind zit de big blind, de grote blinde inzet. En dat is vaak 2 keer zoveel als de small blind. En daarna pas start het delen. De spelers hebben dus al verplicht iets ingezet, zonder te weten of ze goede kaarten hebben. En bij de illegale homegames zijn die inzetten vaak veel hoger dan bij Holland Casino. Er valt dus meer te winnen, maar ook te verliezen. Een croupier uit het illegale circuit kent de wereld van binnen. Maar hoe groot is het? Hoeveel van dit soort evenementen zijn er? Heel erg veel. Als je zou willen, zou je 6 van de 7 dagen in de week zeker kunnen spelen. En hoe ver je het gaat zoeken durf ik bijna te zeggen dat je elke dag wel kunt spelen. Vanaf elk tijdstip dat je zou willen. Ja, en dan moet ik dan denken dat je dan heel Nederland door moet rijden of is dat ook om de hoek? Er zijn er genoeg binnen een straal van 25 kilometer voor elke locatie hier in Nederland en ook in Brabant. Voor mij voelt het niet als illegaal. Ik ga daar naartoe en ik doe mijn ding en ga daarna naar huis en de week daarna ben ik terug. Onze bron werkt een aantal avonden in de week in het illegale circuit. Echt onveilig voelt hij zich nooit. Je hebt mensen met eigen bedrijven er zitten. Je hebt mensen die gewoon overdag werken en 's avonds voor als uitje daar een kaart komen leggen. Je hebt ook wat jongere mensen die zich wat meer verdiepen in de studie naar poker. En op die manier wel proberen een extra zakcentje te verdienen. Het is heel verschillend, maar het zijn altijd nette mensen die goed zijn voor hun geld. Er zijn 2 werelden. Er zijn de nette homegames waar alles heel goed wordt geregeld. Er zijn ook wat meer criminele plekken waar wat minder wordt gelet op de mensen die binnenkomen. En als je geld hebt, mag je binnen. Deze croupier ziet niet zoveel kwaad in de avonden waar hij werkt. Toch valt de politie regelmatig binnen bij illegale toernooien. Want het klinkt heel onschuldig natuurlijk. Ja, maar dat is het verre van. Nou, we zagen heel snel een onmenselijke vermenging van personen die wij in verband brengen met wat zwaardere criminaliteit. Vermengd met hele ervaren pokerspelers die kennelijk illegale circuit zoeken. Dus in het Holland Casino speelt, dan mag je, zoals dat in pokertermen is, elkaar niet backen. En backen betekent dat je garant staat voor elkaar. In de illegale circuit zie je dat wel. Dat als jij bijvoorbeeld net even tekort komt om een inzet bij te passen, ja, dan kun je dat van een andere speler lenen. Kijk, als je dat dan net eventjes niet terug kan betalen, ja, dan kom je in een soort van afhankelijkheidsrelatie terecht met personen waar je dat misschien liever niet mee wil. Oplossingen voor dit probleem zijn er volgens de croupier wel. Als de overheid dat beter aan zou bieden, denk je dan ook dat het illegale circuit kleiner zou zijn of worden?
Ja, zeker weten. Een goed voorbeeld hiervan is de verschillen in Amerika. Daar is het mogelijk om als zelfstandige een pokerroom te starten. Dat heeft heel veel goeds gedaan voor de pokerscene in Amerika. En daardoor is er een veel beter beeld en is het veel legaler geworden. En wil je tot die tijd wel pokeren, maar liever niet illegaal? Speel dan gewoon met vrienden of je cameraman om adviesjes. Dit was hem dan, de laatste video van Hoe, maar gelukkig wel in de eerste reeks, want we komen later terug met nieuwe video's. Hebben we alleen eventjes wat tijd voor nodig. Wil je daar niets van missen, zorg dan dat je geabonneerd bent op ons kanaal. En dan zien we je hopelijk snel. Houdoe!